13 juni, de dag dat... 13 juni, 1463. In Den Bosch, Zertogenbosch. Een gigantische grote stadsbrand. Ja, meer weet ik er ook niet van. Maar dat gebeurde in Den Bosch. 2005, Michael Jackson. Popster Michael Jackson wordt door de jury vrijgesproken van beschuldiging tot kindermisbruik. De jury acht alle 10 aanklachten ongegrond en Jackson onschuldig. Ja, Michael. Wat moet je er nou over zeggen? Ik ga er ook niks over zeggen. Hé, weet je wat? Ik ga er gewoon niks over zeggen. Hihi. 1996 pas. Ja, 1996 pas. Schaft België als laatste van Europa de doodstraf af. Wanneer was Dutroux eigenlijk? Die hadden ze nog wel even mee kunnen nemen, toch? Wel verdomme! 15 augustus 1996. Viesbuik! Wat een lul, joh! Hij heeft toch wel levenslang, hè, mag ik hopen? Hij zegt nu dat hij onschuldig is? Op donderen. Marc Dutroux, pleur op, joh. Nah, die gast die is echt gek. Ja, had hem nou maar gewoon afgeknald met de doodstraf. Of zijn kop eraf. Hier, zoals dit. Onthoofd. Hoofd op die spies, op de brug. Kijk, niet doen, want dan gebeurt er dat. Ook een beetje overdreven. Dat is ook niet gezellig, hè? 1844. Linus Yale verkrijgt octrooi op het deurslot. Ja, het is gewoon zo. Dat gebeurde op deze dag. De jarigen, of degene die geboren zijn, hè, op deze dag. James Clerk Maxwell. Samen met Albert Einstein en Isaac Newton wordt hij tot de grootste natuurkundige gerekend. Einstein kennen we. Isaac Newton kennen we. James Clerk Maxwell. Volgens mij is er ook niks naar hem vernoemd. Net lullig, hè? Oh, wacht even. Naar hem zijn de 4 Maxwell-vergelijkingen genoemd. Op deze grondvergelijkingen is de klassieke elektromagnetische theorie gebouwd. En dat is weer heel interessant. Daar is op een gegeven moment Tesla, Nikolai Tesla, niet de auto, Nikolai Tesla, waarschijnlijk op doorgegaan. Denk ik zo. 1928, toen werd er een ventje geboren en dat was meteen, dat kan niet anders, een ondernemer. Maar wie is dat? Dat is Gerrit. Welke Gerrit? Gerrit van der Valk. Nederlands ondernemer. Ja, het is natuurlijk ook misschien wel een boefie geweest, maar ja, heel veel kon, grijs gebied, doe je ding. Paar hotelletjes neerzetten, mooie vogel erop, van der Valk. Joh, zitten jullie daar ook? Ja, en daar zitten we. Zo, jullie hebben er veel. En dat zit allemaal in de familie. En waarom zijn ze nou zo rijk? En zijn ze lekker bezig? De grond is van hun. Ja, daar gaat het om. Het gaat om de grond. 74 jaar. En dan heb ik het over Henk. Welke Henk? Over Henkie Wijngaard. Kijk, daar is die. Maar wie is Henk nou eigenlijk? Nou, hoe kan je dat nou vragen? Met de vlam in de pijp scheur ik door de Brennerpas. Dat is Henk. Ja, Henk. 67 jaar geworden. Tim Allen, de rechter. Weet je nog? Home Improvement. En naast hem staat L. Tooltime. Ja, en dan was L zijn assistent. Of die hielp dan. Maar er was er nog een assistent. Kijk, daar staat ze. De rechter. Wie is dat? Dat is Pamela. Pamela Anderson. Dit was voor Baywatch, hè? Ze had wel in de Playboy gestaan. Maakt ook niet uit. Pamela Anderson, Home Improvement. Isa Hoes, Nederlandse actrice, 53 jaar geworden. A.K.A. Mirjam van GTS, die Guten Tijden, Slechten Tijden. Ken je Jackass nog? Johnny Knoxville, Welcome to Jackass. In het midden staat de producent, dan komt... Ja, Steve O., die heeft de partij dingen gedaan, jongen. Die had al lang dood moeten zijn. Maar ja, hij leeft nog. Hij is redelijk opgeknapt, hoor. Hij drinkt niet meer. Hij rookt niet meer. Hij gebruikt geen heroïne meer. Hij gebruikt geen crack meer. Want ik weet niet waar hij overal aan zat. Het was echt niet normaal dat die gast nog leefde, joh. Maar ja, clean geworden. Nu staat hij er zo bij. Lekker bezig, Steve. 46 jaar. Mooi, man. Top. Vooral doorgaan. En dan hebben we nog een tweeling. Allebei 34 jaar geworden. Dat is logisch. De Olsen Twins. Mary Kate en Ashley Olsen. Komt ie! Volhouden, ja natuurlijk. Dat was die kleine tweeling. De Olsen Twins.
de dag dat. Abonneer je nog eventjes en dan zie ik je hopelijk morgen. Arrivederci. Bis morgen.